Goedemorgen, welkom bij Café Tinto. Een winter lang in een tentje bivakeren om God beter te leren kennen. 25.000 jongeren komen bij elkaar rond de jaarwisseling ergens in Duitsland. En de Mars voor het leven. Hij wordt aanstaande zaterdag weer gelopen. Welkom bij Café Tinto, aflevering 398. Een heel bijzonder goedemorgen. Welkom bij Café Tinto op deze woensdagmorgen alweer. Hè? Ja. Mensen, gaat wat gaat het zelf? 4 december. Gaan jullie morgen nog Sinterklaasfeest vieren? Ik ben veel te stout geweest. Ik denk niet dat ik dan naar langs kom. Je moet in de zak. Ja. Mag dat nog wel? Want we moeten ook maar eens over zak praten. Ja, dat weet ik niet. Dat merken we wel die dag erna als een of andere actie losbreekt of zo. Ik weet ja, je niet. Weet het niet. Bert, Sinterklaasfeest? Nou, ik heb pepernoten meegenomen en een chocoladeletter. En ik hoorde net op de radio dat er nog nooit zoveel Zwarte Piet pakken waren verkocht dan met de hele discussie rond de Piet-petitie. Maar Sinterklaas is natuurlijk op zich een leugen. En zo Sinterklaas, zo vlak voor kerst. Denk van, eerst moeten de kinderen iets horen waar ze niet in moeten geloven. En dan moeten ze omturnen naar de kerst. Dat moeten ze iets geloven waar ze wel in moeten geloven. Verwarrend, ja, het is een beetje verwarrend. Dus ik denk van, maar een beetje minder met die Sinterklaas. Ja, maar ach, voor de gezelligheid is het toch ook wel leuk. Nou, die pepernoten neemt er een paar, zou ik zeggen. Ja, nou, straks. Met volle mond praten is wat lastiger. Bert, aanstaande zaterdag is er weer een Mars voor het leven. Ja. Dat is nummer hoeveel? 24. 24 alweer. Ja. En het is een Mars die in stilte wordt gelopen. Hè? Ja, het is een stille gebedsmars, zeggen we. Ja. En we gaan van het plein in Den Haag om 1 uur naar de grote kerk in Den Haag, waar in 1813, toen de prins terugkwam, we hebben het op de televisie kunnen zien hoe dat in gegaan is dan in Scheveningen. En hij kwam daar dus op een zaterdag toen ook aan. En toen is Den Haag en de burgemeester en de kerk hebben de volgende dag in de grote kerk een dienst bijeengeroepen. Die was barstensvol, was de kerk. Ja. Een dankdienst, want het huis van Oranje was weer terug in het land na de ballingschap van de prins. Nou, dat willen wij ook als bijdrage aan 200 jaar koninkrijk dan ook gedenken in die grote kerk in Den Haag. Oké, dus dat komt er nog bij? Dat komt er. We lopen dus van het plein bij de Tweede Kamer naar de grote kerk. En daar hebben we dan de slotbijeenkomst. Mooi, straks meer erover. Ja. Marjolein Weggeman, jij gaat ook richting Duitsland, hè? Rond de jaarwisseling. Er gaan een heleboel jongeren naar Duitsland, inderdaad. Gezien mijn ervaring van 2 jaar geleden heb ik de keuze gemaakt om mijn tijd daarin anders te besteden. Maar ik kan heel veel vertellen over Missionet en Duitsland. Oké, okay. Je gaat zelf dit jaar niet? Nee, ik ga dit jaar zelf niet. Ja, een bewuste keuze. Ja, je kunt niet altijd erbij zijn. Nee, klopt. Maar 25.000 jongeren worden daar verwacht. Ja. En die gaan de jaarwisseling met elkaar beleven. Ja, klopt, ja. En de bedoeling is, wat willen ze graag? Het is een conferentie die heel erg gericht is op geloof, missie en zending. Ja. En heel erg bedoeld om elkaar het vlammetje van missie en zending aan te wakkeren. Zodat je bemoedigd weer weggaat. Maar dat je ook een aantal dagen de tijd hebt om stil te staan bij wat kan missie voor mij betekenen. En welke rol mag ik daarin spelen? Welke God voor mij bedoeld heeft eigenlijk. Ja, het is een mooie aftrap voor het nieuwe jaar. Ja, zeker weten. Ja. Het zet je het nieuwe jaar in een goed daglicht. Ja, mooi. Ja. En Gerard, schrik niet. Nee. Gerard Jung, jij gaat jouw verhaal vertellen. We hebben een foto. Prachtige foto. We zien een tentje in een winterslandschap. Dat heb jij ook gedaan, hè? Ik heb dat ook gedaan. Het was weliswaar een ander tentje, maar ik heb dat ook gedaan, ja. En er komen toch weer dingen bij me op. Terug op. In mijn gedachtes. En ik denk dan toch weer terug aan de basic. Ik ben volledig verdwaald in deze wereld. Ja. Volledig afgedwaald. Ik had het een beetje gehad zo. Je hebt je even geïsoleerd van de wereld?
Nou, het heeft wel even geduurd. Maar ik zocht God. Ik zocht de basis. Het echte. De waardering van het leven. Ik had niks meer. Ik was geestelijk ook helemaal leeg. Ik was echt helemaal op. Ik was leeg. Je hebt een half jaar in het bos, in een tentje, gebivakkeerd. Ja. Heb je God ontmoet? Ik heb daar God, ja, zeker heb ik die ontmoet. Ja, zeker. Misschien niet op de manier zoals ik had gewild. Maar hij was er zeker. En hij heeft mij gevormd, ja. Hij heeft mij echt gevormd. Mark. Hij heeft mij laten zien wat het is om terug te gaan. Hij heeft mij laten kennismaken met de waarden van dingen weer. De basiswaarden, zodat je er zelf ook iets mee kunt doen. Maar dan gericht, niet voor jezelf, maar om anderen te kunnen bedienen, zeg maar. Om te kunnen helpen. Mooi. En dat is het uiteindelijk waar we voor gekomen zijn, hè? Ja. Om anderen te helpen. Daar gaat het om. Straks jouw dat hele heb verhaal. Ik ontdekt, ja. Hm. Ja. Afzien in een tentje. Min 15 begreep ik, hè? Ja, min 15, dat kwam voor, ja. Ja, dat kwam voor. Ja. Nou, de Spartaans. Ja. Ja. Nou, alle drie hartelijk welkom in Café Tinto deze morgen. Ja, dank u. Straks hebben we nog even contact met Roel Kuiper van de ChristenUnie. En dan hebben we het over het wegvallen van de wet. Het verbod op smadelijke godslastering en hoe hij daar tegenaan kijkt. We hebben aan jullie gevraagd om een nieuwsbericht te vinden wat jullie raakt. Welk nieuwsbericht, Marjolein, heb jij uitgekozen? Het nieuws dat je raakt. Nou, ik heb gisteren echt wel 5 keer de krant gehad. En de krant van het weekend 5 keer. En ik heb 10 keer nu.nl vernieuwd in mijn zoektocht naar iets wat me raakt. En, was het zo moeilijk om iets te vinden? Ja, dat was wel heel lastig. Ja. Maar ik heb juist voor iets gekozen, helemaal ingezoomd op het microniveau. Binnen al het leed van deze wereld koos ik voor iets plaatselijks. En ik vond het redelijk ontnuchterend, omdat de kop is ook echt: containers maken de buurt gek. Containers maken de buurt gek? Ja, ja. En wat voor soort containers zijn dat? Het zijn afvalcontainers. Ja. Er is in Nieuwekerk, er zijn de bewoners die zijn boos, omdat ze verteld was dat ze mochten kiezen tussen een afvalcontainer van 120 liter of van 240 liter. En ze wilden eigenlijk die van 120, maar dat mocht niet. Dus nu moeten ze per se een afvalcontainer hebben van 240 liter. Maar daar komen nu een heleboel mensen tot in opstand vanwege de zomer. En dan wordt het warm en dan gaat het stinken. Ja, ja, ja. En nu wordt er een motie ingediend door de VVD. En de VVD gaat maatregelen eisen. En ik vond het wel opvallend, omdat het best wel een groot stuk was, vond ik, in de plaatselijke krant. Toen dacht ik, het raakt me op die manier dat ik denk van waar maken we ons nou eigenlijk druk om? Ja, het is uiterst belangrijk voor sommige mensen. Ja, zeker. Ja, ja, maar ik dacht 120 of 240 liter, ik weet het ook niet. Nee. Nee. Dat we ons daar druk over kunnen maken. Ja. Ja. Ja, maar het is van levensbelang voor sommige mensen. Ja, het is ook een beetje een principe kwestie, want de mensen dachten dat ze mochten kiezen. En we willen altijd iets te kiezen hebben, blijkbaar. En nu mag dat niet en dus komen ze in opstand. Ja, nou. Ja. Als dat maar geen rellen wordt. Hè? Nee, ik ben heel benieuwd. Ja, ik kan me voorstellen dat je dit raakt, maar dan op een manier dat je denkt van, moeten we ons daar nou druk over maken? Inderdaad. Bertus, wat is jouw nieuws? Nou, ik las dat vicepresident Biden, die gaat vandaag naar China. En daar zijn ze heel druk in de weer met die vliegtuigen boven de zee. En China, Japan en Amerika maken daar ruzie over. En toen dacht ik van, hij heeft vanavond een diner met de hoge heren van China. En ik denk, nou, laten we bidden dat hij ook aan de orde brengt dat daar nu 400 miljoen Chinezen niet geboren zijn geworden vanwege de één-kind-politiek. En China maakt nu zo'n groot probleem mee, want er zijn veel te weinig meisjes, want de meeste meisjes worden geaborteerd. Dus nu hoor je ook steeds meer dat jongens en mannen kunnen geen vrouw vinden, want die meisjes zijn allemaal geaborteerd. En nu zegt China dus ook we moeten die één kind politiek dan toch maar een beetje soepel maken. Laten we dan met 2 kinderen. Hè? Ja. Maar dan moet je wel voor betalen. Daar moet je dan voor betalen. En dus dat is China maakt een enorme morele crisis door. En mijn gebed is ook dat vicepresident Biden daar ook te sprake brengt. De morele, ethische kwesties. Mm. En niet alleen de defensie kwesties. Want daar gaat het natuurlijk helemaal niet om. Dus
Dat nieuws, dat maakt op mij indruk. En omdat vorige week dus die één kind politiek in de krant stond. En nu dus dit. Denk van wanneer komt de tijd dat Amerika ook ziet dat ze niet om economie en over de defensie met China moeten overleggen, maar ook gewoon over de mensen en de mensen en de kinderen van China. Ja, gelijk maar een oproep voor gebed. Ja. Ja. En Gerard, wat is jouw nieuws? Ik heb het meegenomen uit België, mijn nieuws. Ja. En misschien is dat jullie wel opgevallen op televisie, weet ik niet. Of de uitzending is geweest. Maar in België is er nog wel een behoorlijke opspraak over geweest. Het gaat namelijk hier om het afschaffen van de wet op gratieverlening. Oh, dus ja. Genadeverlening. Ja. De koning die zou dat in de toekomst niet meer mogen doen. En wat hij dan in het verleden wel gedaan heeft. Hij heeft gratie verleend aan mensen die een verkeersovertreding hebben begaan. En de genade dus, hè, die je krijgt van iemand. Hè, ja. Vind ik, die moet geboren zijn, het liefste, net als van onze Heer. Hè, die moet, daar moet het vandaan komen. En dan is gratie verlenen niet een wet, maar het is een stukje van binnenuit wat je voelt. Ja, het gaat om de zaak van het hart. Precies. En niet, ja, van de wet. En wat ik nu gewoon proef, dat deze wereld probeert op een of andere manier van de liefde af te komen, voel, ja, ik wel. Maar gelukkig hebben wij, in ons koninkrijk, hebben wij het hemelskoninkrijk. In het hemelskoninkrijk hebben wij dan iemand die daar helemaal niet over. Het is gewoon zo. Je krijgt gratie. Je wordt aangenomen. En snap je wat ik bedoel? Ja. Daar is geen discussie over mogelijk. Helemaal niets. Hè? Gelukkig maar. Ja. Hè? En met als basis de liefde die hij heeft voor je. Aan mij zouden we zeggen in België. Hè? Het is toch wonderlijk. Ja. Het is echt wonderlijk als je dat dan leest. En dat ze dan hier zo drukte over maken. En als je nou leest waar het eigenlijk om gaat. Het gaat over bekeuringen die ze hebben opgelopen. Dat ze hun rijbewijs vergeten zijn of iets dergelijks. Ja. Dat soort gratie dan. Hè? En daar maken ze er een hele ophef over. Want de ergere overtredingen die zijn sowieso al niet in aanmerking voor gratie. Het gaat puur om de laagste, ja, dingen. En het is ongelooflijk. Ongelooflijk. Maken we ons weer druk om. Ja. Dat doen ze dus ook in België. Het land waar jij woont. Ja. Met behulp van de Nederlanders, hoor. Oké, Nederlanders. Met dank aan. Mocht u zelf ook een bericht hebben waarvan u zegt van, nou, daar kan ik me boos over maken, of daar word ik heel erg blij van, ja, laat het ons weten. Stuur een mail naar cafetinto@family7.nl. Dan praat ik nu met Bert Doornbos van Stichting Schreeuw om Leven over de Mars voor het Leven. Aanstaande zaterdag wordt hij weer gelopen in Den Haag. Het is ooit in Amsterdam geweest. Ja. Jullie zijn verkast naar Den Haag. Ja. Waarom? Ja. Nou, twee redenen. De eerste reden was dat we konden geen kerk meer huren waar we allemaal in konden. Want elke jaar kwamen er meer mensen voor de Mars voor het Leven. En het tweede was dat er steeds meer mensen kwamen en zeiden, ja, maar waarom gaan jullie naar Amsterdam? Want in Den Haag is toch de regering en daar doen jullie toch eigenlijk ook vooral voor. En een andere reden die er ook wel bij kwam was dat de Amsterdamse politie of de Amsterdamse burgemeester, die was steeds terughoudender om ons voldoende begeleiding te geven om zonder problemen door de stad te lopen. Omdat jullie zoveel onrust veroorzaken? Nou ja, inderdaad. Op een gegeven moment was er zoveel georganiseerde tegenstand, dat wij niet konden vertrekken. En we hebben een uur gewacht op het plein, nee, op het Dam, voordat we konden vertrekken, voordat de ME erbij kwam. Dus toen hadden ze genoeg politie op de been. En daar hebben we ook bezwaar tegen gemaakt bij de politie en bij de burgemeester. En die heeft toen ook beloofd, ja, volgend jaar zullen we dat beter doen, maar volgend jaar was het niet beter. Dus de gemeente Amsterdam laat dus geweld en tegenstand nogal toe. Onder het mom van, ja, we leven in een democratie. Ja, maar dat werd eigenlijk veel te gek. Het andere geluid moet ook gehoord kunnen worden. Tuurlijk, ja. Natuurlijk. Alle beide kanten mogen gehoord worden, maar ja, wel in. Dus we zijn van Amsterdam ook naar Den Haag gegaan. En ik moet zeggen, de politie in Den Haag is zeer
die, zoals wij het beleven, treedt meer democratisch op dan in Amsterdam. Ja. We kijken even naar beelden uit het verleden van eerdere marsen die zijn gelopen. Kijk even. En we zijn ontzettend blij dat we deze mars mogen lopen. De 17e mars voor het leven. En we doen het niet voor onszelf. De politie hield deze mensen op een afstand goed gescheiden van de pro-life-beweging. De organisatie was zeer tevreden over de begeleiding van de politie. De opkomst van de pro-life-mensen was beduidend hoger dan voorgaande jaren. Tegen de 1000 mensen waren aanwezig die zwijgend en biddend meeliepen in de mars door het centrum van Amsterdam. De tocht ging dit jaar niet naar de gebruikelijke Noorderkerk. Vanwege de overlast wilde de kerkraad geen medewerking meer verlenen. De tocht eindigde nu bij de Keizersgrachtkerk, die zijn deuren gastvrij had geopend voor de afsluitende dienst. Helaas hadden fanatieke oproerkraaiers de trappen van het kerkgebouw besmeurd met verf en spijkers in de deursloten geslagen. Bert, de mars voor het leven, stilzwijgende optocht, roept zoveel weerstand op. Wat is de reden voor die weerstand? Ja, het is ook heel, heel opmerkelijk. Ik bedoel, er zou heel veel andere redenen kunnen zijn om iets in de war te maken in dit land. Maar, dus het heeft eigenlijk ook niks met het onderwerp te maken. Het heeft het ten diepste te maken. En dat hoor je ook als je die mensen ziet die dan tegen je tekeer gaan of staan te schreeuwen. Nou, je krijgt een enorm medelijden met ze, want het is eigenlijk heel zielig. Hè? Ze roepen van alles. En uiteindelijk gaat het om een haat tegen God. Het heeft, en ze grijpen daar alles voor aan. Ze roepen dan ook alles en ze wensen je ook alles toe, wat slecht is. Dus de haat tegen God is eigenlijk het omgekeerde van de tolerantie die men pleegt. Want men zegt, ja, hoe kun je nou tegen abortus zijn? Dit en dat, de toestanden en vrijheid voor de vrouwen en het is een mensenrecht. En, nou, dat zijn heel nette opmerkingen, maar de rest dat zal ik maar even laten zitten. Maar dan ten diepste gaat het, men wil God uit de samenleving hebben. En men heeft God, opstand tegen God in hun eigen leven. Dus eigenlijk die stille gebedsmars is dan ook een gebedsmars voor alle mensen die de Heer Jezus nog niet kennen. Eigenlijk zeggen wij, wat wij doen is evangelisatie en we gaan de straat op. En we zeggen, kies voor het leven. Hè? Want we hebben allemaal een God voor het leven. We zijn allemaal geboren, hè, vanuit God. Nou, ook al geloof je het niet, of nog niet, zeg ik altijd. Hè? Als je het gaat ontdekken, dan zul je zien dat het een geweldige leven is wat je vanuit God gekregen hebt. En wat je dan ook je hele leven mag leven. Dus we staan inderdaad dan ook in een samenleving met deze mars in een soort, ja, voor hen is het een soort confrontatie, maar voor ons is het een uitnodiging. Hè? Want de Heer Jezus zegt ook van, bekeer je, hè? Nou, dan moet je je omdraaien. Dan moet je dus, waar je mee bezig was, moet je toch eens even over nadenken. Draai je om en ga ontdekken wat het eigenlijk is om met Jezus verder te gaan. Ja. Nou, daar moet je wel een beetje moed voor hebben. En ik hoor ook wel mensen die dan zeggen als ze dit zien, oeh, nou, dat durf ik niet hoor. Daar ga ik me niet in mengen. Maar ja, alle mensen die meedoen, die komen volgend jaar weer. Weet je wel? Ja. Want ook die stukje tegenstand wat je meemaakt, nodigt ook uit om je te bewegen, om daarin te volharden. Maar dat volharden, dat lijkt me een hele lastige. In een column, Habakkuk.nu, schrijft Henk van Rhee, gekke bedje. En dan schrijft hij vervolgens hoe gekke bedje weer naar Den Haag gaat. Dat ze dit al jarenlang moment kiezen en elke keer weer doen. Ja. En dat volhouden. Wordt uitgelachen en beschimd. Maar gekke bedje doet het wel. Ja, dat, dat schrijft Henk van Rhee in Habakkuk. Kijk, Henk, goed dat je dat zegt. Want ik herinner me nog heel goed dat jij op een gegeven moment op de Dam kwam. En ik denk, hey Henk, welkom. Hè? En toen zegt Henk van,
Ja, ik heb, jaren ben ik er eigenlijk helemaal niet voor geweest. En ik zag het ook niet zitten. En ik denk, nou, gekke bedje dus, hè. Ja. Ik ben er. Ik doe mee. Ik zeg, nou, Henk, als één schaap over de dam is... Dan volgen er dan meer. Volgen er meer. Ja. En inderdaad, sinds die tijd is Henk ook heel actief bezig... om zich in te zetten voor het leven. Want kijk... En dat weet Henk nog beter dan ik het weet. Want hij werkt weer tot Helders Volks en doet geweldig werk. Hè? Als je je inzet voor het leven... dan heb je het niet alleen dat je tegen abortus bent. Als je je inzet voor het leven... dan ben je bezig met alles wat goed is wat God geeft. Hè? Dan ben je bezig met gezonde relatievorming. Ben je bezig om de zaak niet te belazeren. Ben je bezig, nou, dus je zet... We lezen spreuken in ons bijbelleesplan. Dan kom je steeds die spreuken tegen. Als je God volgt, rechtvaardig leeft, gaat het zo. Doe je het niet, nou, moet je ook niet opkijken dat je verkeerd terechtkomt. Nou, en zo is het. Ga met Jezus en je komt goed terecht. Ja. Het mooiste wat je kunt doen. Dus eigenlijk zou je een ga voor Jezus mars kunnen opzetten. Ja. Ja, dat is ook zo. Want dan kom je ook sowieso bij het leven uit dat het beschermwaardig is. Ja, natuurlijk. Want als we zijn allemaal geboren. We zijn allemaal zo klein geweest. Ik heb zo'n modelletje bij me, ik zal hem straks nog even laten zien. Maar, dat is natuurlijk gewoon geweldig. We zijn allemaal geboren aan het hart van God, zeg ik altijd. Nou, al voor de grondlegging van de wereld, zegt de Bijbel. Nou, dus... We zijn allemaal zo geweest en we willen toch allemaal leven, zoals we hier nu zitten. Mm-hmm. En mensen die het moeilijk hebben met hun leven, die willen we ook dan toch elkaar gaan helpen. Dus als je dat zegt en dat gaat ontdekken, dan wordt je hele leven anders. Dan denk je niet meer aan abortus, denk je ook niet aan verkeerde seksualiteit, denk je ook niet aan criminaliteit. En wat dan ook, dan wordt de samenleving wordt weer leefbaarder. Amen. Ja. Nou, ja. Dat is prachtig. Dat zou toch iedereen moeten willen? Ja, dus nu, aanstaande zaterdag... Ja. Heel Christelijk Nederland loopt in Den Haag. Nou, waarom lach je? Ik lach omdat jij al een antwoord verwacht wat ik ook geef. Ja. Nee, de grootste problemen in Nederland zijn de christenen. Het is voor de meeste christenen en ook voor de meeste kerken... is abortus een gepasseerd station. Ja. Men zegt van, nou ja... Het is nou eenmaal, de wet is er nog en je hebt toch wel moeilijkheden en je moet er altijd tegen zijn. Dus vanuit de kerken, vanuit de voorgangers, vanuit de leiding is er een apathie wat betreft dit onderwerp. Ja. En ik zeg, als je een apathie hebt rondom dit onderwerp, wat in feite gaat over het leven, dan ben je heel verkeerd bezig, heel gevaarlijk bezig voor alle andere onderwerpen. En dan geen wonder. Dat op gebied van seksualiteit binnen de gemeente... Hè, het verkeerd gaan, de porno en ook de abortus... even groot is als buiten de kerk. Ja. Want het heeft allemaal met elkaar te maken. Dus eigenlijk is de Mars voor het Leven, zo zie ik het steeds meer... een oproep en ook een appel, maar ook een waarschuwing naar de kerken... dat als we het leven niet willen zien en daar niet voor willen opkomen vanuit Gods hand... dan halen wij... het oordeel over onszelf heen, mm-hmm. maar ook over ons land. Dus, en de Bijbel zegt ook, het oordeel begint bij het huis Gods. Terwijl Jezus zegt, ik ben gekomen niet om het oordeel te geven, ik ben gekomen om het leven te geven. Ja. Dus dominees, kerken, bid voor het leven, preek erover. Als je zaterdag geen tijd hebt, ga er aan voor bidden. Maar kom naar de Mars voor het leven. Word wakker. Word wakker. Aanstaande zaterdag. Hoe laat waar verzamelen? Om 1:00 verzamelen op het plein tegenover de ingang van de Tweede Kamer in Den Haag. Ja. En dan lopen we naar de Mars voor het Leven. Naar de grote kerk in Den Haag. Dat is een slotbijeenkomst. En daarna is er zelfs nog gelegenheid voor allen die meelopen. Om te gaan naar een ander gebouw. Waar we nog samen kunnen scholen. En waar ook een maaltijd aanwezig is. Nou ja. Dat wil je nog meer? Daarom. Zo is het. Mooi. Tot slot, Bert, wat is jouw gebedspunt voor de kijkers? Mijn gebedspunt is, en dat is gebedspunt ook voor onszelf. We bidden ook deze week, de hele week, van 10 tot 11:30. Kunnen we nu ook nog doen in dit programma. Mijn gebedspunt is dat wij ons verootmoedigen voor God. En dat we gaan zien dat God niet veranderd is.
En dat God nog steeds wil, hij wil onze gebeden hebben. Bid en het zal je gegeven worden. Dus laten we bidden en op de knieën gaan en opstaan en God zal het dan doen. En er gebeurden wonderen, ook in Den Haag. En misschien één ding, want meneer van der Staaij spreekt dus. Hè? Ja. En ook Carla Dick van de ChristenUnie spreken. En dan denk ik van, de Heere werkt ook. Want wie had nou kunnen bedenken dat het hele kabinet hangt aan de stemmen van de ChristenUnie en de SGP om de wetten erdoor te krijgen. Ja. Dat is toch ook, dat God beweegt. Ja. Dat zie ik ook als een godswonder. Nou, en ik bid ook dat deze mannen en vrouwen in de Tweede Kamer ook met moed blijven spreken. Mooi. Dankjewel. Als u meer informatie wilt, ga dan naar de website masvoorhetleven.nl. En daar vindt u alle nodige en noodzakelijke informatie. Dan hebben we nu aan de telefoon Roel Kuiper van de ChristenUnie. Gisteren werd het verbod op smadelijke godslastering definitief weggestreept. Meneer Kuiper, goedemorgen. Goedemorgen. Is dat een verdrietige dag voor u geweest? Ja. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. Ik heb gestreden de laatste weken om collega's ook ervan te overtuigen dat schrapping van dit artikel, dat het echt een slecht signaal is. Dat we daarmee mensen die geloven in het land nog verder van ons afstoten. Hè, waar je moet verbinden, daar wordt hier verdeeldheid gebracht. Kijk, in het artikel gaat het over de meest krenkende vormen van godslastering. En ik vind het een verlies voor de samenleving als die norm uit onze wetten verdwijnt. Wie had er nou last van deze wet eigenlijk? Nou, kijk, er vond geen vervolging meer op plaats. Maar dat heeft vooral ermee te maken dat de bewijslast heel erg hoog is. Dus rechters die konden eigenlijk ook niet met deze wet goed uit de voeten. Dus er vond eigenlijk geen vervolging plaats. Er werkt naar twee kanten toe. Hè? Dus dat het inderdaad geen bescherming biedt tegen godslastering. Maar het biedt eigenlijk ook geen grens aan de vrijheid van meningsuiting. Dan vind ik dat eigenlijk allemaal niet het belangrijkste. Het is wel heel belangrijk gemaakt, ook door de indieners. Die zeiden van, er moet eigenlijk een onbegrensde vrijheid van meningsuiting zijn, ook op dit punt. Er is dus natuurlijk veel werk van gemaakt, maar het belangrijkste vind ik dat de wet op deze manier een norm uitdrukt over dingen die je gewoon niet doet in het maatschappelijk verkeer. En dat is het beschimpen en het belasteren van elkaars godsdienst, elkaars godsbeeld, godsdienstige gevoelens. En het schrappen is dus ook het verlies van een norm. Ja, dus eigenlijk is het meer een principe kwestie dan dat die wet ook heel functioneel was. Ja, maar kijk, er zijn veel meer wetten natuurlijk. Als we zo zouden redeneren, er zijn veel meer wetten die een slapend bestaan leiden in onze wetboeken en die toch uitdrukking geven aan wat wij gezamenlijk vinden. Die toch een norm uitdrukken. Ja, neem bijvoorbeeld het verbod op majesteitsschennis, dat gaat over de koning en de koningin. Nou, daar vindt ook nauwelijks vervolging op plaats. En toch vinden we het goed dat wij elkaar eraan kunnen herinneren, elkaar kunnen oproepen dat je bepaalde dingen niet doet. Ja. En dat geldt natuurlijk hier dan ook als het gaat om godslastering. Ja. Komt er nog een alternatief of wordt er nog gedacht van hoe kunnen we dit eventueel wel borgen? Nou, er is gisteren een motie aangenomen, dus in mijn gevoelens, dus enerzijds teleurgesteld, maar anderzijds ook wel weer met goede moed. Want er is wel een perspectief geboden. Gelukkig is het zo dat veel fracties in de Eerste Kamer hebben gezegd van, ja, het gaat ons eigenlijk ook wel wat erg ver wat er nu wordt voorgesteld. Laat nou eens onderzocht worden of wat nou bedoeld wordt in dat artikel, of dat onder een ander artikel gebracht kan worden. En dat andere artikel dat verbiedt het beledigen van groepen mensen vanwege ras, seksuele geaardheid en ook geloof. Nou, dat onderzoek gaat plaatsvinden. Ja. En dan zullen we dus op termijn zien of er een mogelijkheid is om dit te verbinden.
En u gaat dat nauwgezet volgen, neem ik aan. Ik wens u daar wijsheid en sterkte bij. Ja, dank u wel. Dank u wel voor dit gesprek. Dat was Roel Kuiper van de ChristenUnie. Als u wilt reageren op deze uitzending, dat kan. Stuur een mail naar cafetintel@family7.nl. We hebben het zo over MissionNet en straks een getuigenis van Gerard. Blijf kijken.